Nou, herenboer is een term voor boeren die eigenlijk zelf niet werken. Hè? Dus het is een beetje een grapje. Maar het wil zeggen dat we samen met ongeveer 200 huishoudens een boerderij hebben gesticht een paar jaar geleden. We hebben twee professionele boeren in dienst die eigenlijk de agrarische leiding hebben. En daarnaast hebben we een hele hoop leden die actief zijn en als vrijwilliger hier op het land komen werken. Ik ben alle onkruid aan het weghalen. Want de aardbeien, die, zoals je ziet, moeten nodig bevrijd worden. Het groeit op dit moment heel erg goed en het onkruid groeit eigenlijk nog beter. Dus wat dat betreft is er altijd werk aan de winkel hier. Maar de planten die zijn sterk, dat kun je goed zien. En dat is heel mooi. Vooral omdat het stekjes zijn van de aardbeienplanten die we vorig jaar geplant hebben. Dit is dus gewoon overgebleven. En dat hebben we hier bij wijze van experiment geplant en ze doen het fantastisch. De leiding ligt bij de boeren. Die maken elk jaar een teeltplan. Op basis van dat teeltplan wordt gezaaid en wordt ingezaaid of wordt gekocht. Hè, dus zaden gekocht of plantjes gekocht. Die worden uitgezet. Daar beginnen de vrijwilligers al mee te werken. Wanneer ze voldoende gegroeid zijn, dan worden ze geoogst natuurlijk. En vervolgens op zaterdagochtend wordt de productie verdeeld. Hè, dus dan kan elk lid die komt hier op zaterdagochtend hun producten ophalen. De buit van vandaag, dat is, even kijken in mijn tas, knoflook, twee soorten sla, aardappelen en boontjes. En dit zijn nog kruiden, maggiekruid, oregano, munt. Ja, ik moet ook even denken. Wat het zo leuk maakt is dat we met elkaar de grond een stukje vruchtbaarder maken. Dat de biodiversiteit wat groter wordt. En dat lijkt er behoorlijk op dat aan het lukken is. Het is leuk omdat het natuurlijk is, biologisch, onbespoten. En het is gewoon een supermooie plek hier. De mensen zijn gewoon leuk. En als je hier komt en je kijkt om je heen, je bent in de natuur. Dus dat geeft ook al een soort geluksgevoel. En het is van ons. We hebben met elkaar een hele leuke community. We staan vaak te oogsten in de regen, maar het is één doorlopende cabaretvoorstelling. Want iedereen wordt in de maling genomen, maar grapjes. Ja, weet je, je wordt af en toe nat. Ja, dat zo be it. Nu zitten we in het derde jaar. Nou, als je nagaat dat we nu eigenlijk vanaf half mei tot eind november al producten kunnen uitgeven, is dat al heel mooi. Maar het wordt nog mooier, want we gaan ook nog een hele grote kas bouwen. En dan kun je het seizoen verlengen met 3 maanden aan de voorkant en 3 maanden aan de achterkant. En dat betekent dat je bijna het hele jaar rond producten kunt gaan telen. Ja, dat is de ambitie op redelijk korte termijn. Maar uiteindelijk duurt het zo'n 5, 6, 7 jaar voordat je 100% operationeel bent.